vroeger op. En welke is jouw favoriete? De Baron, oké. Okay. Ja, die is ook wel heel spannend. Die gaat zo heel stijl, zo in één keer zo bam, om naar beneden. Maakt het niet uit. Doet je niks. Koele kikker. Oké, okay, nou. Dan gaan we even testen. Wat wij gaan doen is, ik ga nu een menukaart oplezen hier van de honger is machinist. Menukaart. Ja. En dan ga ik dus praten. Praten in de achtbaan, want dan gaan we gewoon de achtbaanrit van de piekel gaan we nadoen. Ja? Maar voordat we dat gaan doen, jullie krijgen eerst nog even de veiligheidsbril op. Hè? Oh ja, ja. Alles voor de veiligheid. Spijk, alles voor safety, maar het is wel goed door Spijk. Ja, is heel goed. Is dat goed? Kunnen jullie mij nog zien? Ja. En dan simuleren wij even de piekel. En dan ga jij proberen te verstaan wat ik tegen jou zeg, welke bestelling is dat? Vind ik dat goed? Oké, okay, dan gaan we het proberen. Dan gaan we... Zo mag je doen, samen een kantje. Ja, goed zo. Niet meelezen stiekem, hè? Nee, niet meelezen stiekem. Oké. Okay. Gaan we aftellen voordat de ride begint, denk ik toch? Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh ja, ga je naar achter? Eerst naar boven. Eerst naar boven. Ja, dat is de titel, hè? Dus we gaan... Kunnen jullie al wat zien? Ja, mooi uitzicht hier links. Zit al goed hoog? Ja, rechts ook wat. Ja? Bijna niks, rechts? Oh nee, dat is allemaal groen, hè? Zwaaien. Ja, even zwaaien. Oeh, daar gaan we bij. Ja, niet te hoog. Oh, ja. Oké, okay, daar gaan we. Speciaal. Van kunnen verstaan? Nee. Helemaal niks, helemaal niks. Wat goed! Nee, ja, dan is deze samenwerking niet te zwaar. Je kunt elkaar niet verstaan in de achtbaan. Ja, ik dacht op het laatst nog één dingetje te hebben gehoord. Een zakje shit. Oh, die heb je ook. Oh, die heb je ook gehoord. Ja, dus de achtbaan wordt afgelopen, ja. Nou, weet je wat? Dan gaan we dat toch testen. Dan ga je zo meteen chip eten. Is dat een idee? Ja, ja, ja. Even kijken. Kijk maar even zitten. Heel toevallig hebben we daar ook iets voor. Oh, kijk. Het is geen zakje. Het is een buisje in Pringles bus. Nou, alsjeblieft. Jullie gaan weer met z'n tweeën in de achtbaan, denk ik, toch? Je hebt je eraan. Want je krijgt wel echt flink veel wit op je pakket. Maakt niet uit. Zie je de chips? Ja. Oké. Kom op, dan gaan we weer in de pizza. Gaan we nog een keer doen. Kom erbij. Oké. We gaan weer tellen. Ja? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Weer naar achter. Kijk, hier is het nog relaxed chips eten. Die zijn nog makkelijk eten. Hier zou ik nog wat snel doen, ja. Geniet er nog maar van. Hallo, en zwaaien ook. Kijk, zie je daar, mensen in de jongens in de draad? Achter. Ja, dat zien we honden ook. Kijk, daar is de familie die snel nog een chips eten. Oh, daar gaan we bijna. Daar gaan we bijna. Oh. Oh, oké. Okay. Ik moet er wel even bij je zeggen, don't try this at the Python of iedere andere achtbaan. Er mag natuurlijk niet ingegeten worden, nee. Maar dit ging fantastisch. Maar heb je een beetje chips kunnen eten? Dus alleen bij je naar boven rijden kon je chips eten en daarna was het weer de moeilijk. Ja,
Nou jongen, blijf nog maar even zitten, want jij krijgt een beloning voor. Jij krijgt nog iets voor ons? Ja. Kijk, waar hebben die? Ik denk in die kist daar rechts, toch? Ik denk het ook. Gaan we gewoon even kijken. Nou, een groot applaus voor Jurre. Echt heel goed gedaan. En je krijgt van ons ook nog een sterk staaltje stempel als bewijs. Dat is eigenlijk een tattoo, maar dan tijdelijk. Gerust hoor, je kunt gerust zijn. De tijdelijke tattoo, ja. Waar wil je hem? Hier op je voorhoofd of op je arm? Daar? Op je arm. Ja. Even kijken. Komt hij dan? Aan de binnenkant van je arm? Buitenkant? Hoppa! Laat hem even zien aan de mensen. Wauw. Nou, hartstikke bedankt voor je deelname. Dan gaan we nu denk ik weer bijna verder met de volgende proef. Zal ik je uitnodigen weer naar beneden te gaan? Ja, je hebt moedig opgetreden. Dankjewel. Oké. Okay. Het corner. Zo, dat ging mooi. Ja. Ja, lekker.